Ik had er al vaak van gehoord, maar ik had het nog nooit zelf getest. Dus heb ik mijn telefoon genomen en een afspraak gemaakt om een gratis en vrijblijvende eFit proefsessie te gaan doen. Hey Evie, we hebben een proefsessie vandaag, hè? Ja, klopt. Zie je het een beetje zitten? Dat zal wel zijn. Oké, super. We gaan naar het bureau dan. Oké. Eerst wordt er zorgvuldig een intakefiche overlopen. Dit om te kijken wat mijn doelen zijn en of ik specifieke probleemzones wens aan te pakken. Er wordt ook rekening gehouden met mijn conditie en eventuele gewrichtsproblemen. Eerst moet ik een e-wear sportpakje aantrekken. Blijkbaar is dit onderpakje noodzakelijk voor de hygiëne en de optimalisatie van de impulsen. Ik word gemeten en gewogen. En al die cijfers worden zwart op wit op mijn fiche ingevuld. Confronterend soms, maar noodzakelijk. Zelfs mijn metabolische leeftijd wordt bepaald. Ik krijg uitleg over de verschillende e-fit-methodes. Je kan actief of passief te werk gaan. Vandaag probeer ik de actieve e-fit-workout. Het nat maken van de elektroden dient voor het doorgeven van de EMS-impulsen. Deze elektrodenpakken zijn geschikt voor alle maten en gewichten, mannen en vrouwen. De jas, broek, arm en kuitgordels bevatten 20 elektroden die mijn 10 grote spiergroepen zullen activeren. Mijn gekozen trainingsplan wordt ingegeven. Yes, we kunnen aan de slag. Ik start met een warm-up impulsprogramma. Deze impuls zorgt ervoor dat mijn spieren automatisch opgewarmd worden. Daarnaast is dit programma ook goed om mijn vetverbranding te stimuleren, afvalstoffen af te voeren, cellulitis te verminderen en om het uithoudingsvermogen van mijn spieren te verbeteren. Eenmaal voldoende opgewarmd beginnen we aan de spierversteviging. Het voordeel is hier dat we ook de diepliggende en vaak meest verwaarloosde spieren kunnen gaan meetrainen. Afsluiten doe ik met een relaxerende micromassage die werkt tot een paar millimeter onder mijn huid. Deze cooling down zorgt voor een snellere recuperatie. Daarnaast is die ook goed om mijn huid te verstevigen. Voilà, mijn eerste e-fit sessie zit erop. Een beetje wennen in het begin, maar het deed eigenlijk ook wel veel deugd. En wat ik gemerkt heb, is dat ik spieren heb gevoeld die ik al lang niet meer had gevoeld. En dat precies ook efficiënter is dan een gewone workout. Dus Evi, na een aantal sessies kan je dus deze resultaten bereiken. Mm-hmm. En hoe vaak moet ik dan per week komen? Wel, de meeste komen een tweetal keer in een week. Mm-hmm. Het kan ook één keer in de week zijn, maar toch wel 2 dagen recuperatietijd nodig, waardoor je maximaal 3 keer kan langskomen. Oké, dat is duidelijk. Oké, super. Dit smaakt naar meer. Er zijn verschillende abonnementenformules en de gepaste methode wordt me aangeraden. We leggen nu mijn eerste echte e-fit-sessie vast. Ja, mij zullen ze hier wel vaker terugzien.